was een lange, lange boottocht vanuit Spanje. Maar eindelijk is Sinterklaas dan aangekomen in Uithoorn. O, wat zijn de kinderen blij dat de Sint er weer is. Bij aankomst was er een groot feest. De pepernoten vlogen door de lucht. Er werd gedanst en gezongen en iedereen was vrolijk. Nu zijn ze op weg naar hun vaste slaapplaats. Want ze moeten goed uitrusten. En, dat is nog veel belangrijker, ze moeten de pakjesavond tot in de puntjes toe voorbereiden. Het is een stukje lopen, maar dat geeft helemaal niks. Ja, inderdaad, het is toch ook een mooi en speciaal gebouw, hè? En wat hebben we toch ook een mazzel, hè? Dat de eigenaar hier ons altijd laat. Heerlijk. Ja, ja. Piet, zou je even aan willen bellen? Ja, zeker. Moet het hier? Goedemiddag, meneer. Wij komen hier overnachten. Zoals we dat elk jaar eigenlijk hier doen. Mag gek geworden. Dit is mijn huis. Je komt er niet in. Ja, waar is de eigenaar dan? Ik ben de eigenaar. De vorige eigenaar kon zijn kosten niet meer betalen. Oh nee, toch? Maar we hadden altijd een afspraak met de vorige eigenaar dat we hier mochten slapen met het Sinterklaasfeestperiode. Ja, denk je dat ik gek geworden ben? Jullie gaan maar een ander plekje zoeken om te slapen. Maar meneer... Wacht, meneer... Dat zal je leren, Sinterklaas. Ik zal zorgen dat je nergens een slaapplek krijgt. Dat is het laatste wat ik doe. Maar hoe gaan we dat dan doen? Met de pakketjes inpakken voor de kindjes en onze slaap natuurlijk. Hoe gaan we de pakketjes bezorgen? En ons eten klaarmaken? Maar dan moeten we dit jaar alle kinderen maar teleurstellen. Nee, dat kunnen we echt niet doen, hè. Nee, kom. We gaan gewoon zorgen dat we een andere slaapplek vinden, hè. Jongens, nou, akkoord? Ja, ja, ja. Kom, ja. Kom, ja. Kom, we gaan gewoon. Goed, ja, Sinterklaas, moet u eens kijken, kom eens even. Ja, dit is Geostik, dit is een perfecte plek. Heel groot, daar passen alle cadeautjes in. Dat is wel een goed idee. We best wel eens een keer kunnen gaan werken, Piet, wat goed voor jou. Zullen we het met z'n allen eens gaan vragen? Ja, prima. Nou, kom, we gaan naar binnen. Sinterklaas, wat doet u hier nou? Nou, we zoeken een slaapplek. Kom verder. Oké, dat is ook wel. Sinterklaas heeft net aan de medewerker van Geostik uitgelegd wat er allemaal is gebeurd. Nou, dat is niet mis. En wat zijn ze moe. Gelukkig kunnen ze snel naar een prachtige slaapplek. De medewerker heeft een heftruck geregeld, dus iedereen kan even uitrusten. Nou ja, bijna iedereen dan. Sint en de Pieten rijden een mooi rondje door de fabriek. En dan komen ze uiteindelijk aan op een lekker rustig plekje om te slapen. Ja, dit moet zeker werken, Sinterklaas. Ik heb mijn knuffel al mee, ik heb mijn wekker. Hier kunnen we zeker slapen. Maar kan het licht wel uit? Want in de avond dan kunnen we lekker slapen. Zou dat kunnen? Ja, dat kan zeker. Eén moment. Super. Nou, geweldig. Oh Sint, oh Piet, iemand heeft met mijn elektriciteit gerommeld. Nu gaat het licht niet meer uit, sorry. Oh, dat meen je niet. Nou, dan gaat dat niet meer werken voor ons natuurlijk, hè Pieter. Nee, wat zonder het licht. Ja, dan zouden we lekker kunnen slapen. Maar met het licht aan, dan gaat het niet lukken, Pieter. Nee, maar weet je wat, Sinterklaas, het komt vast wel goed. Laten we met z'n allen gewoon een ander plekje uitzoeken. En daar gaan. Gaan we doen. Ja, oh nee. Nu moeten Sinterklaas en de Pieten weer op zoek naar een andere slaapplaats. Vanaf het industrieterrein lopen ze naar het oude dorp. Daar is niks te vinden. Nou, dan maar weer verder. De legmeervogels misschien? Ook dat is niet top. Sinterklaas weet het ook niet meer. Wat nu? Opeens ziet Piet in de kwakel poldersport.
Zou dat dan iets kunnen zijn? Het zou zomaar wat kunnen zijn, zeg. Nou, kom op, jongens. Laat het proberen. Hallo Sinterklaas, Pieter. Wat mag ik voor jullie doen op deze mooie dag? Nou, we hebben eigenlijk een vraagje. We zijn op zoek naar een mooie berg waar we mooi lekker kunnen slapen. En toen zagen we een mug. Zouden we hier mogen overnachten? Natuurlijk, geen enkel probleem. Kom verder. Oh, dat is fantastisch. Dank u wel, hoor. Graag gedaan, Sinterklaas. Kom hier verder. Kijk nou toch eens. Oh, lekker zacht. Kijk u uit, Sinterklaas. Ja. Ja, het is misschien niet helemaal wat u gewend bent, maar hopelijk is het voldoende voor jullie. Ja, hartstikke bedankt, boerin. Ja, graag gedaan, Sinterklaas. Ja. Fijne avond. Ja. Oh, en nog één regel. Respecteer de dieren. Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Fijne avond. Doeg. Nou jongens, we gaan het er gewoon maar mee doen, hè? Ja, we maken er gewoon het beste van. Helemaal gelijk. Ja. Godverdomme. Ik ga even plassen, Sinterklaas. Ja, doe je wel voorzichtig. Ja. En pas op voor de koeien, hè? Komt helemaal goed. Goed zo. Hé, hè? Sinterklaas, ik ben helemaal doorweekt. Ik weet ook niet wat er gebeurde. Het leek wel alsof ik werd geduwd. Pietje, toch wat vreselijk. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je geduwd bent. Je zal er zelf wel in gevallen zijn, denk ik. Nee, Sinterklaas. Nee. Nou, dan kunnen we ook wel concluderen dat dit er niet gaat worden, hè, Pietjes? Nee, hè? En we kunnen het ook niet hebben dat jij ziek wordt of een andere Piet, hè? Maar waar moeten we dan heen, Sinterklaas? Nou, het is al zo laat, we kunnen vast niet nog op zoek naar een andere plek. Ja, we worden echt al moe. Nou, ik denk dat ik wel een plekje weet. Nou, we hebben hem gehoord, Sinterklaas. Laten we gaan. Ik neem mijn koffer mee, Sinterklaas. Gelukkig mocht Piet bij Poldersport nog even snel douchen en opwarmen. De Pieten vragen zich af wat Sint nu weer heeft bedacht. Hun benen beginnen langzamerhand wel erg moe te worden. Ze houden het bijna niet meer vol. Huh? Waar lopen Sint en Pieter nu naartoe? Is dat niet? Kan dat? Het lijkt wel of ze naar de brandweer van Uithoorn toe lopen. Wat kan ik voor u doen? Een bakje koffie of zo? Nou, dat zal wel heel lekker zijn, ja. Maar daar kom ik niet voor. Nee, we hebben een heel groot probleem. Oh, vertel. Ja, normaal hebben we altijd het huis hierin uitgehoord, maar dat is verkocht. Oh. Ja, en nu hebben we geen slaapplaats. Oh. Dus we zoeken met spoed. Zoeken een slaapplaats. En we dachten... Ja. Maar Sinterklaas, de brandweerkazerne is natuurlijk geen slaapplaats voor Sinterklaas. Continu uitrukken, toeters en bellen. Dat is geen optie. Dat gaat natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. Sinterklaas. Oh, maar wacht. Ik heb misschien een idee. Kom even mee. Ik ben benieuwd. Sinterklaas, jullie hebben met spoed een slaapplaats. En nu heb ik het idee om alle winkeliers van naar voren te vragen. Kom mee. Oh. Kijk, hier ligt een kaart van naar voren en de Kwako. Ja, ik zie het, ja. Met hier en hier een winkelcentrum. Oh, ja. En? En het voordeel van een winkelcentrum is
dat er overdag heel veel mensen zijn, maar 's nachts helemaal niemand. Nee, dat weten we, ja. Dat weten we. Een ideale plaats om voor Sinterklaas te slapen. Ja, dat is inderdaad zo. Ja, maar hoe doen we dat dan? Als we nu gewoon al die winkeliers bellen, ja, dan kunnen we vragen of dat ze een slaapplaats hebben. Ja. En hoeveel? Hoeveel pieten daar kunnen slapen? En natuurlijk toestemming. Ja, we moeten natuurlijk wel toestemming vragen of dat mag, hè? Ja, ja, natuurlijk. Maar, heeft u dan die nummers? Dat heeft de commandant. En die is hier. Oh, die is hier toevallig. Ja, dag, commandant. Dag Sinterklaas. Hallo. Goedenavond. Ja, ik heb hier de lijst met de telefoonnummers van alle winkeliers. Dat meent u niet. Dus die kunnen we misschien even afbellen. Oh, geweldig. Oh, dank u wel. Oh ja, die kunnen de pieten uitdelen natuurlijk. Ja. En die kunnen dan gaan bellen. Hey, ja. Pieten, vergeet niet om die toestemming en je videobeeld. Want we willen natuurlijk weten hoeveel slaapplaatsen er zijn. Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja. Dat ze een videootje sturen van de plekken, dan weten we dat. Dat is een goed idee, zeg. Nou, hartstikke bedankt. Jullie hebben het gehoord, hè? Huppatee, we gaan bellen. Oké, jongens. Nelson is er ook bij. Huppatee. Wat zijn ze hard aan het werk, zeg. Met de Intertoys? Het lijkt erop dat het nu eindelijk een beetje meezit. De winkeliers werken graag mee. En je ziet de pietjes steeds blijer worden. Ha, meneer Van den Berg. Ja, zouden wij misschien met onze pieten en Sinterklaas in uw Albert Heijn mogen slapen? Ja? Ah, wat super. Zou u misschien een filmpje kunnen sturen van de locatie? Dan kunnen we deze meteen aan Sinterklaas laten zien. Het ziet er naar uit dat dit plan wel eens zou kunnen werken. Dag, spreek ik met de Spanaai. Heeft u een paar slaapplekken voor Sinterklaas en zijn pieten? Oh ja, fantastisch. Dan komen we er zo meteen aan. Fantastisch, hè? Heb je een care for her voor uw baard, Sinterklaas? Ja. Ja. Eikenveld. We hebben een mooie filmpjes. Oh, ja. Sinterklaas, het is gelukt hoor. Ik heb een bedje voor de twee pietjes. Ze kunnen lekker komen slapen. Sinterklaas, ik heb een heel leuk bedje gemaakt voor Piet. Kan hij lekker slapen, maar hij mag niet te veel snoepen. Hallo Sinterklaas, ik zag uw oproep voor een slaapplek voor een pietje. Nou kijk eens, ik heb een echte frietent met knuffeltjes. Dus uw pietje kan hier heerlijk lekker slapen. Sinterklaas! Ja, we hebben alle slaapplaatsen! Goed zo, kom. Oké, nou, kom op. Naar Zadelwaard. Ja, kom, snel. In de vliegtuig. Ik ook niet. Daar gaan ze dan. En tjonge, wat zijn ze blij. En dat is logisch, want wie wil er nou niet met een brandweerauto naar bed worden gebracht? De pieten vinden het stiekem toch een beetje spannend. Slapen in een winkel? Ze hebben natuurlijk wel een heleboel leuke slaapplaatsen gezien. Maar hoe zal het gaan en wie mag waar slapen? Onderweg in de brandweerwagen maken ze er al een beetje ruzie over. Wie mag in de speelgoedwinkel snurken? En wie slaapt er straks een hele nacht tussen de allerlekkerste snoepjes? Nou, dat mag Sinterklaas mooi beslissen. Nou, we zijn er. Welkom, Sinterpiet. Nee. Dit is niet oké. Zo gaan we dat niet doen. U bent die eigenaar van het huis. Ja? Ja. Wat is er aan de hand? Sinterklaas, u kent mij helemaal niet. U kent mij al 50 jaar niet. Ik heb 50 jaar heb ik mijn schoen gezet, elk jaar weer. En elk jaar heb ik voor u gezongen en elk jaar heb ik gezwaaid naar u toen met die paard voorbij kwam. En ik kreeg nooit wat, mijn schoen was altijd leeg. En u kwam vanmiddag, kwam u bij mij aanbellen. En u wilde bij mij, mijn huis wilde u hebben. En ik krijg nooit wat van u. Nee, Sinterklaas, u verdient geen slaapplek hier. Echt niet. Ja. Wat is jouw naam? Jaap Heugen. Ja, Jaap! Oh, sorry Jaap. Onze excuses. Maar we zijn al 50 jaar naar je op zoek. Ze hebben zelfs een detective Piet ingehuurd. En die is u gaan zoeken
maar we konden hem gewoon helemaal niet vinden. Maar we hebben een verrassing voor hem. Wacht even, wacht even. Hebben we dit voor je meegenomen? Is dat voor mij? Ja, Piet. We hebben voor alle 50 jaar hebben Bea een pakje hierin zitten. Die hebben we allemaal voor je bewaard. Nou, dank u wel, Sinterklaas. Ja, en ik hoop dat je ons daarmee vergeeft. Hè? Ja, zeker. Ja? Dank u wel. Oké, nou geef me een knuffel. Altijd welkom. Goed, en jongens, het is al een beetje laat. Zullen we lekker naar binnen gaan? Naar onze slaapplekken toe? Ja, oké. Ja, is goed. Ja, Pax, wel trusten zo. Dank u wel. Ja. Dag. Ook Sinterklaas heeft een mooie plek om te slapen. De nacht is misschien wel een beetje korter dan normaal, maar morgen zijn ze allemaal weer uitgerust en fit genoeg om alle kinderen blij te maken. En mochten jullie nou de komende weken 's avonds langs een van de winkels in Uithoorn of de Kwakel lopen, doe dan een beetje zachtjes. Want anders worden de Sint en de Pieten misschien wakker. Pieten, slaap lekker, hè? Oh, en jullie natuurlijk ook, hè, kinderen. Slaap lekker, hè? En misschien tot snel, hè? Een fijn Sinterklaasfeest. En wel trusten allemaal.